vanavond zo. Ik wacht nog even op mijn grote held en dan gaan we naar binnen. Dus we kijken er helemaal naar uit. We staan hier. Zo'n mooi gebouw eigenlijk. Er konden heel veel mensen aan het station te trekken en zo. Maar ze was ook wel cool om te zien eigenlijk. Nu zit ik hier al zo aan een druk werk. Werken. Nou, dat is een brievenbus dat vroeger werd gebruikt, denk ik. En ja, zit ik hier te wachten. Dit is wat op het plein te zien is momenteel. Niet zo heel veel, maar we zitten hier gewoon te wachten. Dus ik kijk er helemaal naar uit om er te staan. Mooi, hè? Ja. Dat is precies fiek, hè? Oké, zijn jij Isa bloggen? Ja. Oké, draait de camera. Hey schatjes, we gaan vandaag een rare angst overwinnen. Vlinders. We gaan proberen te genieten van die schoonheid. Het zweet breekt mij al uit, maar al is wat. We gaan proberen te genieten van deze schoonheid. Oh shit, daar kwam heel niet bij. Damn. Ja, moet je wat in de vlog, hè? Dat is het, hè? Fucking hell. Oké, we gaan proberen. Geniet er mee van. Ja. Als je ons roepen, we gaan dat niet doen. Maar oh, damn, dat was over mijn hoofd. Oh, hey. Oké. We gaan het proberen. Geniet ervan, hè? Ja. Ik ga een tattoo maken. Ja. Dat wordt succes, hè? Dat moeten we doen. Mijn neemt hier, zeg. We mogen pas flauw vallen als we weg zijn. Mijn eerste kleur hier aan. Zo, we hebben de stappen gezet. Moeten we filmen van Indra niet? Van alles in mensen niet. Cool in. Ja. Ik wil er toch een van die bijvinden. Ja. Hoe wil ik het dan te lopen? Zo. Oké. Okay. Maar jij weet dat niet. Ik kom in de vaart. Nee. Ja, maar jij dacht, ik wil ook in die dingen. Mensen die komen echt dicht, hè. Dat zie je mensen. Dat is de hele tijd een heel groot probleem, sinds ze dichtbij komen. Het scheelt al. We hebben geen dingen vast. Daar zit het er ook. Zoekt tips, die moet je allemaal vinden. Succes als je die vindt in de vlog, maar ik ga die naar zoeken. Niet gemakkelijk, hè? Nee, die dingen die fokkers gaan nog keihard, jongen. Die hebben misschien wel ons schrik. Hey, dat is onze schrik voor nu, hè? Ja. Allemaal lopen. Ik denk, die vallen we lastig. Dat zijn precies kartonnen dingen, hè, weet je? Ik heb het ineens heel lang. Ik hoor. Het is nog een boven. Dat zijn precies gouden bordjes, ja. Oké, gaan we even zitten? Nee, ja. We zitten eventjes neer. Lukt het al? Ja. We zijn hier nog. Ik ben zo bang dat ik daarna ga kloppen. En ik wil dat niet, want dat
dat zijn mooie beesten en ik wil als laatste wat ik wil. Dat is die pijn of ervoor zorgen dat in mijn angst dat ik iets doe. Ja, ik begrijp het. Ah, damn. We zitten goed eigenlijk. We zitten op een trappunt. Ja, we zitten. Dat is steken niet, dus wespen. Ja, dat is dus. Die kunnen niks doen. En eigenlijk is het zo blijven zitten, die kunnen ook niet prikken, die kunnen niks. Hè. Dus het ergste wat er kan gebeuren is dat die op ons kunnen zitten en dat we hopelijk niet helemaal uit onder een boog gaan, maar we gaan rustig blijven. We ademen echt. We zijn echt aan het genieten. Speak for yourself. We zijn wel het genieten zaten deze week, wat de fuck. Wille, ik denk dat zeker een kilo te hebben. Van de stress. Het zou zo schoon beesten zijn. Dat zijn de schutkleuren. Zie je dat je wat ruim aan hun buitenkant? Dat zijn schutkleuren. Ja. Waardoor dat ze niet gemakkelijk te zien zijn als ze zitten. Dat ze niet kunnen... Daar zie je hem goed. Allee. Dan worden ze niet gemakkelijk waargenomen, snap je? Want op het moment dat ze vliegen, zien we die mooie kleuren. Ah, ja. Oeh, dat was een kindje. Dat was in zwinkmodus. Dat was een baby. I feel you. Zit hier ook met het zweet. Ja. We besloten onze angst te overwinnen en hier te gaan zitten en... Familie. Ik was hier met een We lopen in tussen de apen. Niet zo wat aapjes. Daar, als je goed kijkt, zie je ze daar. Stop, zeg ik wel. Ja. Zien hebben die kleur als ze geboren worden, hè? Ja. Zit naar jou te kijken. Ja,
Nicht gesehen. Tara. Kijk, daar zit hem. Of haar. Welke meisjes zijn, ik weet het niet. Maar daar zit hij. Dus we gaan eens binnen kijken. Kom maar eens kijken. Voor de koopwaardes. Dat is iets van die blaren die zijn ook al gedaan. Dat is niet ze eten, hè? Ja, eten ze. Het is gedroogde shit. Ja, ze zijn droog, hè? Het is droog. Ze zijn niet schattig. Ja, die is goed, hè? Ja, nu zie je hem, daar zit hij. Prachtig. Prachtige vogels. De zonparkiet. Nee, dat doe ik niet. Kerkwachter. Daar zit ook nog eentje. Ja. Er is er ook een. Zie je daar? Ze zijn aanwezig. Vorige keer waren ze niet. Je ziet er ook twee. We gaan die naar buiten. Straks als ik naar huis ga, ga ik ook slapen. Ik ben allemaal nog slapen. De andere zit er boven, 1, 2. Ja. 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 Ik heb het niet.
We lopen nu in de grotten. Dan de vogeltjes allemaal. Zo. Ja, dat is groot, hè. Dat is echt een groot beestje. Zijn die oren zijn op de orde. Hier. Hier kan je dan op. Daar liggen ze. Ik mag op. Ah ja, ze nog wel. Ik hoop van wel. Vind je ze mooie beestjes? Ja. Die beesten met die lange snavels, hoe noemen dat eigenlijk? Hangt er geen bordje? Dat zijn kindergeletens, hè? In de tekens vinden ze die beetje veel, hè? Ja, of bij die man in Pumba. Die beestjes denk ik ook niet. Of bij de andere beestjes. Er zijn allemaal vogels van achter elkaar. Oh, het restaurant is het daar. Kijk, daar zijn ze allemaal zitten. Dat te zeggen, die zijn ontsnapt, maar we zitten letterlijk in een kooi. Nog cutie. Dat is een mus. Die kent iedereen wel, een mus. Allee, dan mag ik... Die zijn ook zo, die blijven zo mooi zitten. Kijk. Ja, dat is waar. In die kleine kooitjes heb ik nog rustig, hè. Kijk, hier zit er ook een. Vliegen. Een vogeltje, een vleugeltje strikken en echt zo ja. Genieten van de valse vlijt, maar wel. Ja, ze dat wel gewoon alsof. Hier zitten binnen de giraffen.
beginnen van alles uit te steken daar. Dus. Dus ze zijn benen. Dus. Oh, de vogeltjes, zuster, zo leuk. Ik heb een cocktail van de schat. Ja, van de olifanten. Die worden dan hier gestuurd. Daar kan je zo'n olifant zien. Die giraf speelt met onze voeten, dus nu, wij staan hier en zij zijn buiten. We krijgen ook heel veel van die. Het is wel een mooi gebouw, zoals je ziet. Ik zou normaal gezien daar achter. Ja, dan schat ik het toch. Zo, we zijn bij het pinguïnenverblijf. We zijn daar. En hier heb je nog zo een zeehond. Dat is een teken hoe dat beestje noemt. Dan zie je daar een zeehond. Mooi, hè? Dat is een mooi zeehond. Helemaal onder het water. Prachtig. Beestjes zijn het. Zwemmen, maar ze zijn er niet. Zwemmen. Ze zijn even droog. Staan. Ze zijn er niet waar op te zwemmen en ze waren aan het droog. Thank you.
die zijn rijk. Zeesterren. Die zijn altijd zo zacht. Is hem groot genoeg? Yeah.
meisje. Daar staat nog één.
zo'n heel blijfje. Een schildpad. Die wil je niet bij u thuis hebben, hè? De slang. Een beetje oranje. Als we niet zien. Amai. Ik heb die mogen. Laat hem daar maar zitten dan. Ik weet niet of je het kan zien, maar dat kan niet gaan. Ik had zo'n grote gehad. We lopen nu in de wintertuin.
En daar zitten de anderen. Heb je zo ooit Berenvallei? Maar daar kun je dus gaan spelen, dat is wel leuk. We staan nu aan het restaurant De Flamingo. Dus we zijn even aan het wachten. En dan zijn we eigenlijk zo goed als rond. Het is echt wel heel mooi, rustgevend. Ja. Nu wordt het echt wel leuk met haar om zo deze te doen. Dat is wel tof. Vonden jullie dit een leuke video, dan zeker een duim omhoog, vergeet niet te abonneren en morgen zijn we weer. Allee, ik toch, hè. De volgende keer pak ik toch mijn rolstoel mee, want het is heel vermoeiend, maar het was top. Ja.